De gemeenteraad van Meijerijstad heeft donderdagavond ingestemd met de denkrichting voor het Omnipark De Brug in Erp. Maar van harte ging dat bepaald niet. Of beter gezegd, bijna alle raadsleden vonden het een slecht voorstel, maar zagen ook geen kans voor een beter. En Mark van Roosendaal van D66 verwoordde dat zo. Als een collegevoorstel leidt tot 3 amendementen en 3 moties, kun je wel zeggen dat het niet zo'n goed voorstel is. Misschien wel een slecht voorstel. En het collegevoorstel rondom het Omnipark in Erp is niet zo'n goed voorstel. Het is een slecht voorstel. En zoals gezegd stond Marit van Roosendaal niet alleen in zijn kritiek. Ook Nick de Laat van de VVD was duidelijk over het voorstel. De vele moties en amendementen bevestigen de zoektocht naar meer zekerheid. Maar toch vindt onze fractie dat de meeste hiervan het raadsvoorstel niet beter, maar eerder slechter maken. En voor het grootste deel heeft dat te maken met het feit dat de dekking er simpelweg nog niet is. En dat we dat ook niet kunnen afdwingen op die korte termijn. En ook de CDA-woordvoerder Maarten van Bakel en Lambert Gevers van Hart waren kritisch in hun oordeel. Het raadsvoorstel tot onderschrijving van de denkrichting Omnipark Erp is geen doorsnee raadsvoorstel. Het is een denkrichting naar het verwezenlijken van een veelomvattend plan om te komen tot een uniek multifunctioneel sportpark voor de Erpse samenleving. We vinden het voorstel van het college slecht. We moesten vaststellen dat het geld er niet is. En het college durft dit niet hardop uit te spreken. Schuif het naar de volgende raad toe, die dan maar moeten besluiten of en hoe het dan wel mogelijk is. Voorzitter, hoe maak je een dorp gek? Veel kritiek dus en wethouder van de PAS kon dat ook allemaal best begrijpen. En dat tekent de betrokkenheid, maar tegelijkertijd tekent ook de zorgen, met name als het gaat over de financiële dekking. En dat ben ik met u eens. Er zijn nog geen financiële middelen voorhanden. Die zullen we door de jaren heen, zeg maar, met elkaar samen bij elkaar moeten sprokkelen. Om daarmee, zeg maar, de koers die u vandaag, hoop ik, zult onderschrijven richting Omnipark te realiseren. En daar moet Erpen dus voorlopig mee doen. En hopen dat de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar gekozen gaat worden, wel zo'n 20 miljoen euro weet te vinden voor dit ambitieuze plan om in het centrum van Erp sport, cultuur, zorg en wonen op een harmonieuze manier te integreren in dat Omnipark De Brug.